Texas. Ja, Bets? Ja. Waar kom jij helemaal vandaan? Hoezo? Nou, het duurde zo verrekkendes lang voordat jij de telefoon aan nam. Ook was niet in de buurt. Hé, hey, maar jij mag de deur niet uit. Nee, dat was ook niet. Ik was hier in de buurt van de telefoon. En ik was op de logeerkamer. En meneer Mikkels heeft goed gezeten. In deze tijd geen logees ontvangen. En jij al helemaal niet op jouw leeftijd. Nee, maar ik was gewoon op zoek. Naar waar? Naar een beer. Weet je wel, die kleine ijsbeer van onze Tony. Jullie Tony is 45 jaar. 43 jaar. En dat was een lievelingsbeer vroeger. Meneer IJsko. En heeft hij die dan niet meegenomen toen hij de deur uitging? Nee, daar is hij te oud voor. Daar voelde hij zijn eigen te oud voor. Nee. En ja, ik kon er geen afstand van doen. Kijk, je hebt toch wel met zo'n beestje, hè, de loop der jaren. En toen mijn Charles doodging, toen heeft hij bij mij nog geslapen. Oh. Ja, je wil wel in uw bed hebben. Ja, jij wilde weer graag een meneer IJsko in uw bed hebben. Nee, dus voor de kinder. Die zijn bezig met zo'n berenjacht. En wat moeten we daar dan voor doen? Gewoon alleen een beer achter het raam zetten. Maar daar kun jij toch niet aan meedoen? Hoezo? Ik heb toch ook een raam? Ja. En ik heb een beer? Ja. Nou, waarvoor kan ik daar niet meedoen? Meske, jij woont op de 14e etage. Geen jong die meneer IJsko van jou zal zien. Nou, dan zet ik hem gewoon op het balkon. Kent hij vanaf daar naar de kinderen zwaaien. Is goed, je bekijkt het maar. Houdoe hoor. Oh.